Een felle brand bij papierrecyclebedrijf Suez. En de brandweer is nog tot in de middag aan het nablussen geweest. Goedenavond. Files op de A50. Een kwelling voor automobilisten. De provincie en het Rijk trekken 103 miljoen euro uit om de drukke snelweg te verbreden. Doorstroming is natuurlijk ontzettend belangrijk. Want als iets bijdraagt aan stikstofuitstoot, is het natuurlijk optrekken, stilstaan, optrekken, stilstaan. En Veluwse heideschapen worden ingezet voor het beheer van akkers en de verspreiding van zaden. In feite zijn ze daarmee een motor voor de biodiversiteit. Een tussen de kranten weggegooide batterij heeft een brand bij papierrecyclebedrijf Suez in Weert veroorzaakt. Dat vermoedt de directeur van het bedrijf. Bij de brand die gisteravond werd ontdekt gingen bergen oud papier in vlammen op. Brandweer is nog de hele ochtend bezig geweest met nablussen. De schade loopt in de honderdduizenden euro's. Papier ligt allemaal op elkaar, in elkaar gestapeld. En het is gesloten eigenlijk en het is moeilijk om erbij te komen. Het is een lastige klus. De brand zit tot diep in de 500.000 kilo samengeperste papierbalen. Er moet de hele nacht en ochtend worden nageblust. Papier wordt samengeperst tot balen. En als daar vuur in zit en je doet er niks mee, dan gaat het verder in de balen zelf. Dus het wordt nu helemaal uit elkaar getrokken en daarna wordt het afgevoerd richting de ARN hier in Weert. Volgens het bedrijf heeft een batterij die tussen het papier zat vlam gevat en zo de brand veroorzaakt. Wij krijgen helaas regelmatig batterijen, lithiumbatterijen in het papier. En wij vermoeden dat daar de oorzaak ligt. Er is één baal die heeft vlam gevat en dat is gaan lopen in de papiervoorraadopslag. Door snel ingrijpen van de brandweer blijft de brand beperkt tot de buitenopslag. Er raakt niemand gewond. Wel is de hele papiervoorraad verloren gegaan en dat is een flinke schade. Oh, dat vind ik nog heel moeilijk te zeggen, maar er zijn serieuze honderden tonnen papier verbrand. En ook afgeschreven door het vele bluswater, want ja, water en papier... Samen is ook niet meer verkoopbaar. Dus dat kan ik zo nog niet zeggen. Maar je moet wel denken aan de etterlijke honderdduizenden euro's. Ja. Er wordt meer dan 100 miljoen euro gestoken in de bereikbaarheid van de regio Arnhem-Nijmegen. Flink deel daarvan gaat naar de verbreding van de snelweg A50. Maar er wordt ook ingezet op verbeteringen aan het spoor. Met blijdschap en getoeter werd in 2013 de nieuwe brug bij Ewijk geopend. Vanaf nu zou het doorrijden zijn over de A50. Maar het fileleed heeft zich alleen verplaatst. En daarom trekken nu de provincie Gelderland, de provincie Noord-Brabant en het Rijk 103 miljoen euro uit voor de verbreding naar 3 banen tussen knooppunt Ewijk en Paalgraven. Dat is ontzettend belangrijk, want die A50 staat precies tussen Arnhem en Nijmegen en Breinpoort, Eindhoven in de file top 10, hè, op nummer 8. En het is een economisch heel sterk gebied, met ook economische topsectoren, veel fileleed en heel blij dat we deze stap hebben kunnen zetten. Ook de gemeente Nijmegen is blij dat de kogel door de kerk is. Ja, dat de A50 goed doorstroomt is superbelangrijk voor Nijmegen. Want als het op de A50 vaststaat, dan staat het in de stad ook stil. Het is nog niet duidelijk wanneer begonnen kan worden met de werkzaamheden. De provincie denkt niet dat de stikstofproblematiek roet in het eten zal gooien op dit traject. Verder wordt er geïnvesteerd in station Nijmegen-Heijendaal. Want er zijn maar liefst 15.000 reizigers bedacht. Dat is heel veel. Maar het is ook de grootste werkgeverslocatie in Gelderland. Dus ja, dat station dat moet echt worden verbeterd. We zijn super blij dat dat nu ook gaat gebeuren. 13 miljoen gaat het kosten, 6,5 miljoen van het Rijk. De rest van de cofinanciering was al geregeld door de provincie en de gemeente. Dus nu kunnen we aan de slag. Tot slot gaat Nijmegen ook lobbyen voor een directe treinverbinding Nijmegen-Eindhoven. Om de bereikbaarheid te verbeteren. 200 Veluwse heideschapen gaan dit weekend het Westbergveld in Wageningen kaal eten. De dieren worden daar ingezet om de biodiversiteit en de zadenverspreiding op de Veluwe te bevorderen. De schaapskudde is vanochtend onder begeleiding van een herder van Renkum naar Wageningen gelopen, zodat ze daar aan hun werk kunnen beginnen. Kom, Finn. Finn. Samen met hun herder en een aantal honden om de schapen in het gareel te houden, gaat de kudde vanochtend op pad. Ze lopen gewoon mee, hè? En dat is het fijne aan dit type schaap. Hè? Dit is nog het oude heideschaap wat hier van oorsprong vandaan komt. En die volgen mij. Dus als ik ga lopen met de honden, dan komen ze
vanzelf achter ons aan. De route is 5 kilometer en neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Het idee om de schaapskudde in te zetten op het Westbergveld is een idee van de agro-ecologische graanboer Marcel van Silvoud. Hij pleit ervoor om een oeroud ecosysteem weer in ere te herstellen. Nou, feitelijk zijn ze daarmee een motor voor de biodiversiteit. Er zijn een soort ecologische verbinding tussen de genetica en ja, dat wat we aan kruiden en vegetatie hebben. Dus de verschillende heide- en akkergebieden kun je op die manier weer aan elkaar verbinden. Kortom, de schapen eten de velden kaal en verspreiden de zaden via hun uitwerpselen en hun vacht. Heel veel verschillende kruiden vinden ze ook fijn, hè? Dat er verschillende smaken zijn. En dat is eigenlijk het mooiste, dat het nog niet is begraasd door andere schapen en dat we zo hier op kunnen. Dus ik ben heel benieuwd. De schaapskudde mag nog tot maandag dooreten. Daarna gaat de kudde weer weg en wordt de rogge ingezaaid. Dat wordt volgend jaar gebruikt om brood en bier van te maken. Ze is de enige in de Benelux en ze is hartstikke stoer. Iris Jans uit Andelst heeft haar Europese motorkettingzaagbewijs. Ik ging vroeger als jong meisje al mee met mijn vader het bos in. En van hem heb ik eigenlijk wel het vak geleerd. Onrust en schrik onder de donorkinderen die decennia geleden zijn verwekt in een vruchtbaarheidskliniek in Oosterbeek. Een van de donoren meldde zich bij Dagblad De Gelderlander met de mededeling dat hij 15 jaar lang elke week sperma doneerde. En dat betekent dat de man zo'n 150 kinderen in deze voormalige kliniek verwekt zou kunnen hebben. Voor 1992 gold nog geen maximum voor het aantal kinderen per donor. Donorkinderen die in dit pand zijn verwekt vragen zich af hoeveel broers en zussen ze hebben en wie dat zijn. Ze roepen mannen die in de jaren 70 en 80 in Oosterbeek zaad hebben gedoneerd op zich te melden. En de gemeente Barneveld versoepelt tijdelijk de PFAS-norm. De gemeente wil daarmee ruimte geven aan ondernemers die door de nieuwe norm in de problemen komen. PFAS zijn vervuilende stoffen waarvoor per 1 oktober een landelijke norm geldt van 0,1 microgram per kilo grond. Deze norm is strenger dan voorheen en bracht bouwprojecten in problemen met vergunningen en het verplaatsen van grond. Het RIVM onderzoekt of de nieuwe norm niet te streng is. In afwachting van de uitkomst hanteert Barneveld nu een eigen norm van 0,5 microgram per kilo. En ook andere Gelderse gemeenten versoepelen de norm tijdelijk. En in de rechtbank van Arnhem is 150 uur werkstraf en 6 maanden rijontzegging geëist tegen een 38-jarige vrouw uit Amsterdam voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk op de A12 bij Duiven. De verdachte reed in februari 2018 volgens de officier van justitie met 158 km per uur op de rechterrijstrook vol op een andere auto. Deze kwam op de kop in een sloot terecht en 4 inzittenden raakten ernstig gewond. Op 6 december doet de rechtbank uitspraak. Is het een kiezelsteentje, een scherf van een weggegooide mok of toch een bijzondere vuursteen? Dat konden mensen vandaag laten beoordelen door archeologen en specialisten tijdens een speciaal spreekuur. Meer dan 600 archeologen uit het hele land zijn dit weekend in Apeldoorn aanwezig bij het Nationaal Archeologiecongres. En wat denkt u dat het is? Ik denk dat dit, het is een discus, maar uit de prehistorische Olympische Spelen misschien. Ik vermoed dat het een onderdeel is geweest van een oven, waar vroeger een potje werd gezet die droog moesten en in de oven werden gezet. Martin Dunning is een van de vele mensen die vandaag in Theater Amphion in Apeldoorn hun vondsten laten inspecteren door een archeoloog. Zou het werkelijk om een duizenden jaren oude ovenonderdeel uit de prehistorie gaan? Vandaag hoopt hij hier een antwoord op te krijgen. Een UFO, we hebben een UFO! Die heb je niet gevonden. Kijk! Prehistorie, het ziet er niet goed uit voor Dunning. Een andere expert wordt erbij geroepen en die houdt het erop dat het om een doodgewone discus gaat. Een sportattribuut dus. Of die uit de bodem komt weten we niet, hij is ook niet heel erg oud, hij is 100 jaar oud zoiets. Misgeschoten deze keer, maar er worden vandaag honderden objecten aangeboden. En dat is nou net wat de archeologen willen. Zou er dus een nieuwe vindplaats in ontdekt kunnen worden? Alsof je een nieuwe ster ontdekt aan de hemel? Zou je hier een vindplaats in de bodem kunnen ontdekken? En meneer Dunning, is hij teleurgesteld met zijn sportattribuut? De disc ben ik ook helemaal niet helemaal over zeker. Want ze zeggen nu dat het hout is, maar ik vind het veel te zwaar voor hout. U trekt de archeoloog in twijfel eigenlijk? Ja, toch wel. Nee, dit is een steen. Ook morgen is er in Apeldoorn van alles te doen op archeologiegebied.
Ze is de eerste vrouw in de Benelux die het hoogste Europese motorkettingzaagbewijs op zak heeft. Iris Jansen uit Andels haalde deze week het certificaat waarmee ze in heel Europa zware bomen met de motorzaag mag vellen. En dat is uitzonderlijk, maar dat niet alleen. Als vrouw is ze ook een opvallende verschijning in de mannenwereld van de bosbouw. De bosbouwwereld is, dat is toch echt een mannenwereld? Ja, heel erg. Jij ja. pleit ervoor, er moeten meer vrouwen in de bosbouw. Ja, dat zou wel leuker zijn. Ik denk dat het er een stuk gezelliger op wordt. Het is wel heel erg een beetje macho vaak. Het is een beetje zitten te showen met die kettingzaag. Ja. Het is niet alleen maar bomen omrammen. Het is ook gewoon heel erg goed kijken naar wat heb ik straks als eindbeeld. Dit is wel een park, dus we moeten het ook park houden. De heren die doen het ook wel heel goed hoor, maar vrouwen hebben toch een iets... Mannen zijn gewoon los. Ja, we gaan gewoon een hele hoop auto eruit halen. En je hebt recent een certificaat gehaald, heel streng, en dat is ook wel nodig. Ja, eigenlijk wel. Ja, want er gebeuren best wel veel ongelukken. Heb jij zelf wel eens een ongelukje meegemaakt? Nee. Je hebt wel een levensgevaarlijk apparaat in je handen, maar het is gewoon een vak. En wel een vak apart. Maar is die zwaar? Ja, het is heel zwaar. Je moet wel je kop erbij houden. Het is riskant werk. Ik ging vroeger als meisje al, als jong meisje al mee met mijn vader het bos in. En van hem heb ik eigenlijk al het vak geleerd. Dus op die manier, anders was ik waarschijnlijk verpleegster geworden of zo, denk ik. Het doet soms geen pijn om zo'n boom te vellen? Heel soms, dan denk ik van, hé, dat is nou wel jammer. Je laat geen traantjes of zo? Nee, daar kan ik niet aan beginnen. Dan blijf ik janken, nee. Nee, dat doe ik niet. Ja, krijgt u nog het weer. In Wageningen staat Jordi Huurne. Afgelopen woensdag was het kil en mistig en bleef de Rijp in de Achterhoek nog lang zichtbaar. Maar vandaag was het heel ander weer met blauwe luchten in Gelderland. En ook veel hogere temperaturen, want het werd vanmiddag op sommige plaatsen wel 10 graden in de plus. Temperaturen in de dubbele cijfers dus. En dat komt omdat we te maken hebben met een zuidelijke stroming en komt steeds zachtere lucht onze kant op. En we zien ook wat opklaringen vanuit Frankrijk dichterbij komen. Dat hadden we ook vandaag mee te maken. Maar een laag drukgebied ligt ook alweer klaar en komt steeds dichterbij. Maar toch weet dat laag ons net niet helemaal te bereiken dit weekend. Dus we blijven eigenlijk in de opklaringen en ook in de zachte lucht. Vandaag dus brede opklaringen boven Gelderland. Er zaten wat kleine wolkenveldjes her en der, maar een wat dikkere bewolking zit ten zuiden van ons. Dat komt wel wat dichterbij vanavond en vannacht, maar we houden vrij veel opklaringen met minima van zo'n 2 tot 3 graden. Misschien dat het aan de grond een klein beetje kan gaan vriezen op sommige plaatsen. Morgen krijgen we een dag met iets meer bewolking. Met name in het rivierengebied toch wat dikkere wolkenvelden. De meeste zon verwacht ik in het noorden van Gelderland. En de temperaturen kunnen opnieuw oplopen tot in dubbele cijfers met 9 tot plaatselijk 10 graden. Een zachte dag dus met wel een stevige oostenwind. De dagen daarna blijft het best wel zacht met temperaturen in de dubbele cijfers de hele tijd. Een graad of 10. Eerst is het nog best wel mooi weer, zeker zondag. Flink wat ruimte voor de zon na een koude en mistige start. Maar vanaf maandag neemt de kans op neerslag toe. Gaan we de zon weinig zien en het blijft dus eerst nog best wel zacht. Maar daar zou begin december wel eens verandering in kunnen komen. We houden het voor u in de gaten. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze site onder meer het verhaal van de 12-jarige Cheyenne, die al een week wordt vermist. Haar moeder is aangehouden in Voorthuizen. Op gld.nl leest u meer. Ik wens u nog een fijne avond.